Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Deske. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe Call of the Ghost video. En het is vandaag geen gameplay video, die komt misschien later op de dag nog eens online. Maar in de video van vandaag laat ik jullie mijn statistieken zien van mijn account. En ik ben afgelopen maanden 10e prestige geworden, oftewel prestige master. En een paar video's terug vroeg ik jullie of jullie graag mijn statistieken wouden zien. En heel veel mensen wouden die graag zien, dus ik dacht van weet je wat, ik maak er even een videootje over. En dat is dus deze video. Als eerste zie je dus mijn squad member, dit is mijn laatste squad member met een gouden emtar. Met grip en muzzle break. Verder rest heeft hij een fucking vet masker en is echt mijn favoriete masker in de game. Samen met die twee die ik krijg bij Clan vs Clan volgens mij. In ieder geval, ik zal even uitleggen hoe je dit ding kan krijgen. En dit masker die kun je krijgen als jij 6 verschillende mensen killt met een maniac. En dat klinkt eigenlijk heel erg makkelijk, want je denkt, oh, 6 kills met een maniac is niet heel veel. Maar je moet echt 6 verschillende mensen killen. En dat is heel erg belangrijk. En het probleem daarbij is, als jij dit probeert te halen in een gewone domination match, dan zou je hem waarschijnlijk niet halen. Want altijd als je eenmaal je maniac haalt, je kalt hem in, dan ragequit het de mensen. Ik heb altijd het probleem gehad dat er geen mensen meer, of in ieder geval niet genoeg mensen meer zijn in de match. Dat er bijvoorbeeld maar 5 of 4 overblijven. Dan kun je hem dus al niet meer halen. Dus ik heb best lang over gedaan dit masker te kunnen halen. En uiteindelijk heb ik hem gehaald in Ground War. En daarbij heb je dus 9 mensen, dan kunnen er 3 ragequitten en dan kun je hem alsnog halen. Het probleem daarbij is natuurlijk wel dat er, als ze er allemaal in blijven, dat iedereen gewoon op jou staat te schieten en dan ga je weer sneller dood. Dus het heeft allemaal zijn voor- en nadelen, maar het makkelijkste is om dit in een ground te halen. Alleen het probleem is, volgens mij is op de PlayStation 3 en op de Xbox 360 geen ground war. Dus wil je dit halen en je speelt op die consoles, dan wordt het best wel pittig om te halen. In ieder geval, als we dan verder gaan, dan gaan we naar mijn player stats. En dit is natuurlijk een klein gedeelte van mijn stats, ik laat daar ook alles nog zien. In ieder geval, we beginnen bovenaan. Nou, als eerste zie je dus mijn naam, Denniske. Daarnaast zie je mijn emblem. En dat emblem, dat is enorm vet. Heel veel mensen willen weten hoe je die kan krijgen, dus ik zal het even zeggen. Je hoeft alleen maar level 16 te worden met je clan. En het probleem is, heel veel mensen spelen natuurlijk niet voor een clan of hebben niet eens een clan. Dus dan kun je hem niet halen. Maar het is wel echt, het is het wel waard. Kijk hoe vet dat logo is. Dat ding is gewoon fucking awesome. En verder rest zie je dus mijn playercard en mijn background. Die krijg je als je het laatste squad member koopt, de 10e. Dus het is niet heel vet, maar gewoon, chill. Daarnaast zie je mijn 10e precies logo met level 60. En er zit op zich wel wat grappigs achter. Want ik was 9e precies level 60 en ik prestige. En ik dacht dat ik weer level 1 zou zijn. Maar het blijkt dat als jij 9e precies bent, level 60 en je prestige, dan ben je gelijk 10e precies level 60. En je hoeft dus niet nog al die levels door te lopen tot je 60 bent. En daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar ik heb dus eigenlijk ook nog nooit iemand gezien die 10e prestige was, level 2 of zo. En dat was dus gewoon de reden, want dat kan niet. Je bent gelijk level 60. Dus ik wist dat niet. Het was een leuke bonus. Ik hoefde ineens niks meer te doen. Dus dat was wel chill. Op wonderlijke wijze ben ik ineens mijn party verlaten. Hoe dat komt, weet ik ook niet, want ik doe helemaal niks. Maar oké. In ieder geval, daaronder zie je dus mijn KD van de laatste 5 matches. Dat is 7.50, 3.71, 6.86, 11 en 4.51. Op zich wel jammer, want de match daarvoor nog had ik een KD van iets van 38 of 31 of zo. In ieder geval vrij hoog. En die staat er helaas niet meer tussen. Maar in ieder geval, dat is sinds de laatste update volgens mij gekomen. Dat erbij staat. Ik vind het nutteloos. Je hebt er helemaal geen zak aan. In ieder geval, wat je wel kan zien is dat mijn gemiddelde KD lager is dan die van bijvoorbeeld mijn laatste 5 matches. En mijn KD is 3.001. Is net geen 3. Jammer, ik had eigenlijk iets minder kills moeten hebben de laatste match. Dan was hij precies 3.0 geweest. Dat was misschien wel leuker. In ieder geval, laatste match trouwens was op Strike Zone. En dat is die 4.51, dat had ik middel 80 kills. Ik had ook best wel deads, maar ik had wel veel kills. Dus als ik iets meer kills had gehad, dan was waarschijnlijk mijn KD precies 3 geweest. In ieder geval, voor de rest zie je mijn favoriete wapen. Dat is de MTA-X. En het is mijn favoriete wapen, omdat het echt een all-around wapen is. Je kunt hem overal goed voor gebruiken. Hij is heel goed voor dichtbij, maar die MTA is ook gewoon nog steeds heel erg goed voor afstand. Dus weet jij niet welk wapen je moet nemen op een bepaalde map, neem de MTA, want meestal is het gewoon een goede keuze. En voor de rest zie je mijn streak is 0. En de reden daarvan is dat mijn laatste match, die 4.51, was op Strike Zone. En in Strike Zone moet je echt veel vlaggen cappen. Want iedereen die spant gewoon langs je vlaggen. En dan is het gewoon belangrijk dat je constant naar die dingen toe rent natuurlijk. En ik had iets van 5 caps. En de rest van mijn teammates, die kwamen niet boven de 2 caps. Zeker niet uit. Die cappen meestal alleen de eerste vlag waarbij ze spawnen. En als je dat gaat doen op Strike Zone, dan gaat het geheid fout. Want er worden zoveel vlaggen gecapt daar, dat het eigenlijk gewoon niet te redden valt. Dus een beetje jammer. Maar fuck dat. De rest zie je mijn winst, dat is 1028. Mijn games played is 1961. Mijn win-lose is 1.10,5. En die is ook niet hoog. En hij is wel boven de 1, dus je wint meer dan dat ik verlies. Alleen hij is niet hoog. En ik zal even uitleggen hoe dat zit, want in public matches interesseert het winnen mij vrijwel niks. En niet totaal niet, maar het interesseert me niet zoveel als bijvoorbeeld mijn KD ofzo. Want als je pub speelt, dan kun je voor je KD gaan. Als je KD speelt, dan speel je eigenlijk solo. Je hebt scheid in je teammates.
Het enige wanneer de teammates er effect op hebben is als ze heel slecht spelen en de enemies krijgen streaks. Dan kunnen ze misschien iets terug doen. Maar bij het winnen ben je gewoon enorm afhankelijk van je teammates. Als je teammates totaal niks doen in domination of ze capping en vlarren, dan ben je gewoon fucked. En ik had bij het begin, toen ging ik echt voor de winst. Had ik een winstreak van 63, toen wou ik ook echt veel winnen. Toen heb ik mijn 64e match verloren. En op dat moment dacht ik van, oké, fuck dit. Nou ga ik gewoon totaal niet meer mijn eigen interesseren over mijn win-lose. Want mijn teammates die naaien me gewoon keihard. Want die match deden mijn teammates echt niks. Volgens mij had echt bijna iedereen dat 0 caps of zo. Waardoor we keihard genaaid werden. En dan heb ik zoiets van, fuck it. Win-lose, dat interesseert me alleen in clan versus clan. Wij spelen laatst uit heel veel clan versus clan. En daarbij hebben we echt een win-lose van waarschijnlijk 99% of zo. Want dan winnen we echt bijna alles. Als we een keertje verliezen, dan is het ook echt dat we gewoon een slechte dag hebben of zo. Of het enemy team is gewoon heel goed. Over het algemeen, dan winnen we bijna alles. En dan heb je gewoon een team waarmee je goed kan samenwerken. Daar heb je wat aan. En in pubs hoef je eigenlijk niet voor het winnen te gaan spelen. Want je bent gewoon genaaid. Tenzij je gewoon met een complete groep speelt. Maar ik speel gewoon 99% ook solo. En dat is ook de reden dus waarom ik een lage win-lose heb. En trouwens over mijn KD. Mijn KD is lager dan die van mijn laatste 5 matches. En de reden daarvan is dus ook dat ik heel veel clan versus clan speel. En door clan versus clan gaat hij weer een heel stuk omlaag. Want je speelt natuurlijk tegen mensen met een hoger skill level dan in pubs in ieder geval. Want in pubs zijn er gewoon heel veel mensen die zijn gewoon lopende zombies. Terwijl sommigen in clan versus clan redelijk kunnen schieten. Dus als je clan versus clan speelt gaat je KD lekker omlaag. En dan speel ik weer domination en gaat hij weer omhoog. Dus mijn KD is echt, die gaat constant op en neer. Ik heb gewoon heel goede matches, heel slechte matches. En al die dingen. Dus bijvoorbeeld als ik domination speel, dan ga ik bijvoorbeeld soms tryharden. Dan heb ik bijvoorbeeld een KD van soms 50 of zo. Dan ga je 50-0 of 50-1. Maar bijvoorbeeld de clan versus clan ga ik soms negatief. Bijvoorbeeld een domination, alles eraan doen om te winnen. Ja, dan ga je soms negatief. Dus daarom is mijn KD ook lager dan mijn gemiddelde matches. Want die zijn allemaal in domination. Verder is hier trouwens nog mijn time plates. 9 dagen, 5 uur, 26 minuten en 41 seconden. En best wel veel, maar de game is ook al redelijk oud alweer. We zitten in maart, de game was in november uitgekomen, dus ja, op zich, het kan toch. En valt niet heel veel over te vertellen. Het is, ik heb veel gespeeld, ik heb meer gespeeld dan iedereen in mijn lijst. Dus ben ik no life? Maybe, maar fuck it. In ieder geval, ik ben trouwens 10 precies binnen 9 dagen, dus iets van 8 dagen en 22 uur of zo. Ook niet super snel, maar redelijk netjes denk ik. Nou, voor de rest gaan we dus naar mijn leaderboards en dan gaan we naar scoren. En bovenaan staat eerst Iraski en onderaan sta ik alweer. En 3,2 miljoen heb ik. 9 dagen gespeeld, 1961 potjes gespeeld in totaal en een average score van 1606. En voor de mensen die niet eens weten wat average is, dat is dus gewoon je gemiddelde. Je ziet, Iraski staat boven mij, is volgens mij 6e precies. Dat is ook waarom hij dus minder gespeeld heeft. Hij heeft 6 dagen gespeeld. Best gek, ik heb eigenlijk iedere dag gewoon school. En hij heeft geen school. Hij heeft minder gespeeld als ik. Dus ik vind het best grappig waar ik die tijd eigenlijk dan vandaan heb gehaald. Maar hij heeft meer scores als mij. Dat vond ik ook best knap. Want ik ben natuurlijk 10e precies. Hij is 6e. Hij heeft een heel hoge score. En ik denk dat dat komt door Infected. Want als je bij hem kijkt. Hij heeft vooral bij Infected heel veel punten. En bij de andere dingen niet. En ik heb bij Domination juist heel veel punten. En ik denk dat door Infected dat je gewoon een heel hoge average krijgt. Ik weet het niet. In ieder geval, voor de rest gaan we naar wins. En daar zie je dus ook weer hetzelfde wat je net al zag. 1028 wins, 930 verloren. En een ratio van 1.11. Daar zie je dus mijn 63 streak. Die komt helemaal van het begin van Call of Duty. Toen ging ik ook echt voor die wins. Daarna is dat eigenlijk afgelopen. Het enige waar ik nou nog in wins ga is een clan versus clan. Nou, daar ga je geen 63 winstreak op halen, geloof me. Nou, het kan wel als je echt met 4 man speelt. Maar meestal spelen we met 2 of 3. En dan heb je natuurlijk altijd nog 1 teammate die het altijd weer kan verpesten. In ieder geval, voor de rest hebben we kills. En ik heb 43.000 kills en 14.000 deaths. Best wel veel kills, maar het is niks vergeleken met mijn andere Call of Duty stats. Want meestal zit ik rond 100.000 kills. Daar zie je mijn ratio weer van 3.00. Mijn streak van 37, ook niet super hoog, maar gewoon netjes. Een average kills van 21. Dat vind ik best netjes, want het feit dat ik heel veel clan versus clan speel. En dan toch nog een redelijk hoge average heb, is best knap. Want als je nagaat, als jij clan versus clan speelt, dan maak je niet heel veel kills. In ieder geval, daar heb je ook search and destroy. En daar kom je meestal niet echt aan de 20 kills. Je hebt natuurlijk uitschieters, maar over het algemeen heb je dat niet. En ik moet het eigenlijk een beetje balanceren tussen mijn pubs, waarbij ik heel veel kills maak. En mijn clan versus clan shit, eigenlijk waarbij je heel weinig kills haalt. En het gemiddelde daarvan is 21, dus dat is nog wel wat hoger als bijvoorbeeld die Raski. Of deze mensen. Hier hebben een paar mensen die spelen waarschijnlijk over pubs. Over het algemeen heb ik meer als anderen. Dus dat vind ik best wel grappig.
Aangezien ik dus best wel veel clan versus clan doe. Mijn accuracy is 23.33. Is volgens mij wel iets boven gemiddeld. Niks speciaals. Accuracy interesseert me in principe ook niet. Het gaat er mij om, als ik gunfights win, is belangrijk. En alles wat ik daarna doe, bijvoorbeeld als je net een bom geplant hebt. Of nee, geplant is raar. Bijvoorbeeld een bom gedefused hebt in Search and Destroy. En ik sta in het rond te schieten. Ja, dan gaat je accuracy van de laag. Oh, wat jammer, dat interesseert mij niks, weet je. Dus volgens mij is het wel boven gemiddeld. Dus niks mis mee. Verder rest hebben we stats in Free For All. Ook niet echt speciaal. 3.65, ja. Ik heb... niks echt speciaals over te vertellen. Je kunt zien dat ik het al een tijdje niet heb gespeeld. Want je ziet mijn prestige, dat is ook mijn achtste prestige. En verder is het Team Deathmatch. Nou, dit is eigenlijk alleen maar uit Clan vs Clan. Dit zijn mijn Clan vs Clan stats eigenlijk van Team Deathmatch. Want in Clan vs Clan heb je verschillende game modes die je moet spelen. En wij wouden overal eerst staan. En dus ook Team Deathmatch. Dus Team Deathmatch heb ik gespeeld. En daardoor heb ik een KD van 2x72. Best wel netjes eigenlijk, aangezien je tegen mensen zou moeten spelen die op redelijk niveau spelen. Nou, ik geef je toe, de mensen in Clan vs Clan zijn zeker niet zo goed als de mensen van Infected op Black Ops. Dus je hoeft je niet echt, wat moet ik wel zeggen, je hoeft niet echt moeilijk te doen om daar te winnen. Voor de rest heb je Gun Game, volgens mij heb ik dat nooit gespeeld. Dus ja, dat heb ik misschien wel ooit 1, 2 keer gespeeld. Maar volgens mij moet je het van 3 keer spelen voordat je überhaupt in die playlist komt. Of ik heb het alleen maar gespeeld op de PlayStation 3, zou ook kunnen. En voor de rest Search and, Search and Rescue. Ja, daar speel ik ook niet heel veel. Dat is volgens mij 9 prestige de laatste keer. Domination speel ik wel veel. Dat kun je zien. Ik heb best hoge stats. 22.000 kills hiervan. Dat is eigenlijk al meer dan de helft als ik in totaal heb. Is uit Domination. Ik sta 4200ste van de wereld. Ik heb een score van 1.4 miljoen alleen al uit Domination. Ik heb meer caps als defense. En dat vind ik op zich wel netjes. Want als je nagaat. Als je meer caps hebt als defense. Dan ben je agressiever. En je gaat dus vaker naar de enemy vlag toe. Om hun vlag te rejatten. En daaruit kun je wel zien dat ik wel objecten speel. Alleen, je hebt natuurlijk teammates. En als je teammates niks doen, ja, dan houdt het op. Dus je kunt in ieder geval zien dat ik niet iemand ben die echt zit te campen op mijn eigen vlag of zo. Want dan zou je meer defense hebben. Nou, kill confirmed is ook niet echt mijn game mode. Speel ik zo nu en dan wel zo ooit niks speciaals. Blitz, dit is ook alleen iets uit het Clan vs Clan. Dus, of in ieder geval deze stats. Ik speel alleen maar Clan vs Clan Blitz, anders nooit. Cranked. Heb ik in het begin veel gespeeld, was ik goed in. Daarna ging het allemaal fout. En dat komt, ik wou die... Hoe heet dat ook alweer? Ik wou een emblem halen. Dat was met dual pythons met Ecoscope. En ik dacht van, weet je wat? Dat moet van dichtbij. En dan kan je het beste crank doen, want dan ren je je hard. En dat was niet zo'n succes, want daardoor is mijn average naar onder 10. En hij was eerst altijd rond de 10, rond de 11. En hij zat voor ongeveer gelijk met die van bommachines hieronder. En op het moment is hij dus 8.8. Dus ik raad je aan, wil je een hoger average hebben, speel niet met dual pythons, want dat is geen succes. Voor de rest, Hunted Free For All, nou heb ik ook maar een paar keer gespeeld, zoals je ziet 8 keer. Infected, nou speel ik eigenlijk nooit, hier zie je dus ook Jurassic bovenaan staan. En ik denk dat hij hier de meeste punten heeft, want voor de rest zie ik hem eigenlijk nergens echt hoog staan. Dus ik vind het anders best wel knap dat hij zoveel punten heeft. Search and Destroy, dus ook alleen maar, of in ieder geval het grootste gedeelte, alleen maar Clan vs Clan. En dat was alles. Dan ga ik eventjes, clan details is niet zo interessant, hè. Uiteindelijk moet je clan details alleen maar kijken op je telefoon. Want daar kun je alles alleen maar zien. Hier kun je eigenlijk helemaal niks zien. Staan alleen je squad members. Squad members zelf. Nou, die zijn allemaal poppetjes. Je kunt ook al die prestiges zien aan de rechterkant. Dus, ik even checken wat het allemaal is. En dit is mijn laatste. Ik switch heel veel van mijn classes. Dus als jij hier zit te denken van, dit is de klas die Dennis altijd gebruikt, totaal niet, hè. Ik speel... Met heel veel verschillende klassen. Ik verander ze continu. Vooral mijn specialist dingen die verander ik continu. Want dit ziet er gewoon best wel raar uit als specialist. En dat verander ik constant. Dus in ieder geval, dit zijn mijn klassen. Dus ik loop er doorheen. Als je iets wilt zien, zul je het op pauze moeten zetten. En hier speel ik zonder een test. Want ik kom goud te halen op het moment. En mijn sniper en mijn MTA. Dit is de MTA die ik meestal gebruik als ik try hard ga. Dit is mijn favoriete klasse. Gewoon met de muzzle break en Cryptus. En die perks. Deze perks heb ik eigenlijk altijd. Bijna op al mijn klassen een beetje. En specialist, ja, dat is echt heel random. En je ziet al specialist, nou, ik heb hier niet eens mijn specialist. AK-12, nou, het is een vector. Dus je ziet al, ik verander die dingen gewoon heel vaak. Dus, volgens mij is dit ook specialist, dat assault achter. Dus ja, dan kun je zien dat ik het heel vaak verander. Voor de rest, dit is volgens mij mijn clan versus clan shit, ja. Daar verander ik ook veel, maar dit gebruik ik meestal voor clan versus clan. Dus dit is voor domination, search and destroy, blitz. Dit is gewoon random. En als ik bijvoorbeeld hier Domination, dan wil niet zeggen dat ik deze nieuwe Search Destroy kan gebruiken. Maar vooral voor Domination, omdat ik dus stunts heb en Semtex. En dat is handig voor die vlaggen.
Search Destroy is handig om bij het begin gelijk te snipen aan de overkant zo. Kun je lekker switchen. Altijd achterhand, blitz, snel rennen, er zit lightweight en alles op. Nou ja, natuurlijk gewoon een assault rifle met een thermal, zodat ik door de smoke kan kijken. Als mensen smoke gooien, kan ik zien wie er allemaal oversteken van de enemies zijn. En een vector, want die is best wel goed. En een shotgun voor kleine mappen. Is soms heel handig. Want heel veel mensen die hebben een hekel aan shotguns. Ik ook. Als ik een match speel en enemy heeft een shotgun, dan sta ik gelijk bij Nemesis. Dat is altijd de persoon die mij het meest zit te kutten. Dus altijd handig om achter de hand te hebben. Voor de rest heb je hier ja, twee dingen voor series. Dit is mijn Road to Life Upgrade Camstrike. Ik heb het nog niet gerecord, maar dit is de klas die ik ga gebruiken. En Road to Life Sniper Camstrike heb ik ook nog niet gerecord. Ik weet niet, nog niet eens of ik er al iets van gezegd heb. Maar in ieder geval, dan zou je het nou weten. Ik ga dat dus ook starten. En ja, ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden. Voor de rest is dit gewoon een beetje random. En niks speciaals. En ja, je ziet eigenlijk allemaal klassen. Dit zijn allemaal oude dingen. Ik weet dat ik heel veel veranderd heb. Dus hier ziet, ik heb er allemaal nog Stalker. Ik had hier geen Dead Silence. Dus ik ben volgens mij pas sinds de vijfde prestige met Dead Silence en een headset gaan spelen of zo. Sinds de zesde. Dus toen ging het pas echt veel beter. In ieder geval, je kunt hier ook prestige details zien. Hier in 10 uur. Hier volgens mij iets van 16. 15 of zo. En ik heb er volgens mij ook nu 18. Hier dus, het scheelt best veel dat ik al ja, de tijd die ik erover doe. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik zo'n beetje jullie kan showen. En ja, ik weet niet of ik iets ben vergeten. Als ik iets ben vergeten, laat het achter in de comments. Dan zal ik daar sowieso beantwoorden. Als er misschien ook nog vragen zijn over bepaalde classes of wapens, kun je die ook allemaal gewoon in de comments droppen. Ik ga proberen alles te beantwoorden. En ja, verder rest hoop ik jullie zometeen in mijn andere video te zien. Want waarschijnlijk dat ik over een uurtje nog een video upload. Want meestal upload ik rond 6 en 7. En deze komt als goed is om 6 uur online. Dus om 7 komt er hopelijk weer een nieuwe. Dus hopelijk zie ik jullie bij die video. En ja, tot de volgende.